Ondanks alle voorzorgsmaatregelen vonden er vanmiddag ook calamiteiten plaats. Zo viel bij speelparadijs Aventura in Almere Buiten een glazen pui kapot. Verslaggever Erik Verwiel die staat daar nu. Erik, wat is daar precies gebeurd? Ja, ik sprak daar net de eigenaar en die was er nog steeds een beetje ontsteld over. Om 4 uur hoorde hij, zei hij, een daverend kabaal. En toen ineens viel zijn glazen pui naar beneden. Ik heb net ook even binnen mogen kijken en de TL-buizen die zijn in de wind aan het waaien. Een heel gek geluid levert dat op. En die glazen pui ligt dus nu gewoon buiten. Hij belde de brandweer ook. Jongens, mijn pui ligt eruit, wat nu? Maar die waren zo gestrest dat ze eigenlijk zeiden van ruim het zelf maar op. Want ja, het is ongelooflijk druk. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Dat vertelde de eigenaar van het kinderspeelparadijs hier in Almere Buiten er meteen bij. Maar de glazen pui is wel weg. Dit is dus 1 incident in Flevoland. Waren er ook nog andere calamiteiten in de provincie? Ja, net op weg hier naartoe over de A6 zie je al dat verkeersborden zijn omgevallen. Je ziet hier en daar een boom die omgewaaid is. Nou, vanmiddag ook in de wijk Gondel in Lelystad dat er een boom omgevallen is. Een Fit for Free in Lelystad waar de dakisolatie van gewaaid is. Ja, zoals je ziet, het waait nogal hard en dat zorgt voor allerlei soorten schade. Ook als je de politiemelder bekijkt is het een aaneensluiting van allemaal stormschade-incidenten. Voor zover bekend zijn nog geen ernstig gewonde gevallen of dode gevallen. Zoals wel op 2 plekken in Diemen en in Amsterdam vandaag al is gebeurd. Maar de storm gaat nog wel even woeden zoals we net van de weerman hoorden. Verslaggever Erik Verwiel bij speelparadijs Aventura in Almere Buiten. Dankjewel.